Maar weinig ploegen in de keukenkampioen-divisie is de sfeer zo goed als bij Willem II op dit moment. Peter Maas lijkt een soort wondertrainer te zijn. Sinds zijn aantreden won Willem II elke wedstrijd. Afgelopen 5 duels leverden allemaal 3 punten op. Nu tegen Jong PSV, dat maandagavond nog verloor van FC Eindhoven. Een spectaculaire wedstrijd op de hertgang toe. 3-4 uiteindelijk voor FC Eindhoven. Met ondanks een hat-trick van de PSV-spits Jesper Uneke. Die vanavond in Tilburg overigens wel gewoon op de bank begint. Jason van Duiven krijgt er daar de voorkeur weer. Bij Willem II geen Jesse Bos, die is geschorst. Amine Latchkar speelt eigenlijk in zijn plaats. Dodeman weer als een soort rechter wingback. Zijn tweede basisplaats in een week tijd. Daarvoor heel lang niet. Willem II iets beter in de eerste helft. Het levert ook mondjesmaat wat kansen op. Ringo Meerveld, maar zijn poging strandt uiteindelijk. Jerry de Hilterman weer in de punt. Kultspits Bokila weer vanaf de bank. Dodeman. En dan is het hier Oosting. En Hilterman. Roy Steur moet zich strekken. Keeper van Jong PSV. Dit is een knappe en een belangrijke save. Corner dan. Belangrijk wapen van Willem II. Steur, halve redding. Bal blijft liggen. En dan Meerveld uit de tweede lijn. Weer geblokt. En dan Jong PSV ook niet aan de counter toe. De aanval loopt nog altijd. Dodeman helemaal daar. En dan daar toch Hilterman. Hilterman uit de draai. Scoorde 1 keer dit seizoen. En daar blijft het nog even bij. Volgende corner weer van Willem II. Dat beter en beter wordt in die eerste helft. En deze kopbal. Latchkar. Komt er ook niet in. Dan Beunek knap met de borst. Door naar Oosting. Dodeman. Deze aanval loopt. Maar loopt stuk in de handen van Steur. Bij Jong PSV overigens Isaac Babadi in de basis voor het eerst dit seizoen bij Jong PSV. Hele talentvolle middenvelder die nog een aantal keer in de basis stond bij het eerste begin dit seizoen. Maar zijn plekje daar op 10 is kwijtgeraakt. Nog altijd maar 18 jaar Babadi. Niet echt een kans dit voor Willem II. Maar deze is wat gevaarlijker. Runar Sigurgarsson. Linksback uit IJsland. En Steur had waarschijnlijk gedacht dat deze al over zou gaan. Willem II dat afgelopen weekend won bij Roda JC door een goal van Thijs Oosting. En die maakte hem ook tegen Jong PSV. Prachtige week zo voor hem. Deze bal wordt onderweg nog aangeraakt door Dagasan. En Willem II zo op een verdiende voorsprong. Tweede helft dan. Meerveld. Sigurgarsson en daar Hilterman. Hilterman en zijn tweede van het seizoen. Werkt zo ontzettend hard. Met zoveel vuile meters voor het team en het komt hem ook wel toe. Aanname niet eens perfect, maar biedt hem wel de kans om zo de 2-0 binnen te rossen. En dan is Jong PSV het even kwijt. Totale miscommunicatie achterin. En Oosting maakt zijn tweede van de avond. Zijn derde in een week tijd. Heel lekker voor Oosting. Maar wat gaat het mis bij Jong PSV? Oppenkaart met de inworp. Matteo Daams, die er geen idee van heeft. Misschien wel denkt dat de keeper hem oppakt. En uiteindelijk zo Oosting met de goal. Hij die tegen Den Bosch, een van de eerste wedstrijden onder Peter Maas, nog 90 minuten op de bank bleef. Maar hier wordt afgefloten vanwege buitenspel. En de bal kwam toch via het hoofd van een verdediger van Jong PSV. Vreemd moment. Maar de beslissing staat ook niks meer aan te doen. Oppegaard. En PSV dat zeker aanvallend heel weinig laat zien. Verret. Maar Dodeman. Die een goede wedstrijd speelt. Dodeman. Hilterman. Hilterman. Een goede wedstrijd. Die speelt Roy Steur ook. Keeper van Jong PSV die er echt nog wel wat ballen uithoudt. Niet veel later na dit moment. Zou Hilterman gewisseld worden voor Bokila. 5 doelpunten al van Bokila, allemaal als invaller. Oppegaard, een spaarzaam momentje van Jong PSV. Uneke
En over. Zes spelers van Jong PSV waren dinsdag mee met de PSV onder 19 in de Youth League. Verloren bij Lens. PSV dat daar twee rode kaarten kreeg. Onder meer voor Emmanuel van der Blaak. Die vanavond in Tilburg wel was begonnen. Dit zijn nog wat speldenprikjes. Nasso. Goed schot en ook goed werk van Joshua Smits. Dan Max de Waal en Bokila. Als die invalt gebeurt er altijd wat. Bokila. Matig verdedigen hier bij Jong PSV. Bokila. Nee, het blijft nog even bij 5 goals voor hem dit seizoen. En het blijft bij 3-0 voor Willem II. Zesde zege op rij voor de Tilburgers. Waar de sfeer goed is en goed blijft.